Mijn grote oom woonde op een lutje keuterboerderijtje in Weddemaken in Oostgrun. Mijn grootvoor waakte bij een boer die achterop lonen zien hier daar. Mijn opa deed huishouden en regelde de bouwrol om thuis touw. Ik zelf woonde in Weiwert. Maar op het einde van de zomervakantie lozaaide ik voor een poort door bij mijn grote oom. Op een van de laatste dagen dat ik door was, zei opa dat we naar Winschoot gingen. Ik moest een nieuwe winterjaars hebben. Noord Melken ging ik bij opa achter op de fietsen naar Wedde. Noord de stopplaatsen van stoomtram oostelijk Groningen. Ongeruid dus. Hij moest ons naar Winschoot brengen. Wie was er al op tijd? Maar de tram blijft nog even op zoek wachten. OG stond niet alleen nog voor ongeruid, maar ook voor ontspoord geregeld. Het zal toch niet zo wezen dat er nou net nog de ruils lopen was. Nou, nog zeker om 10 minuten kwamen de stinkende en poesend aan. Wie nog binnen? Daar de klasse van zulf. Onderweg naar Winschoot hadden nog verscheiden mol ho. Maar we kwamen op laatst in Winschoot aan. Wie moesten van het OG-station nog niet in de lopen voor we bij de winkel waren, waar ze schieren jazen hadden. Duurde wel een zeitje voordat ik een schieren aan haar. En dat we kloor waren, moest opa nog wat aan de boodschappen doen. Nou dat kloor was, luipen we naar Hotel de Nederlanden. Waar opa me traktoide op gebakken eerappels met een stok de wozen spek en chocolademelk. Dat we dat op hadden, gingen we lopen naar het OG-station. Maar de tram was er nog niet. Dat werd dus weer wachten. Er was van alles te zijn op het station. Toen de tram eraan kwam, moest de locomotief ja eerst omzet worden. Nou, dat duurde gelukkig niet zo lang. Met een volle tram gingen we richting Blijham naar Weddeweer, waar we eruit moesten. Opa pakte de fietsen om naar huis te gaan. En dat we door waren, was het al sick om melkenstiet. Grootvoor stonden ze al op te wachten. Wie was een sick om de huilen dag onderwekens geweest?